Goedenavond aan de Loren. We staan hier op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty 2018. Stel u eens eventjes kort voor, alsjeblieft. Ik ben Anne-Lore Hazevoet, ik ben 23 jaar. Ik woon in Tongeren en ik ben eigenlijk afgestudeerd als schoonheidsspecialist. En waar hou je nu mee bezig in de sector? In de sector op dit moment niks. Ik ben even moeten stoppen omdat ik het vind. Ik ben van principe, je kunt er beter financieel goed voor staan. Dus ik ben een andere opleiding aan volgen, leerkracht. Nu binnenkort ben ik afgestudeerd, waardoor ik kan beginnen werken en dan kan ik eindelijk een bijberoep gaan. En wat zijn de plannen? Welke verzorgingen wil je gaan doen? Ik was vooral goed in massages, dus daar wil ik graag verder in gaan. Ik wil ook verder gaan op speciale massages met mensen voor kanker, diabetes, zwangerschappen. En natuurlijk, alle andere mensen zijn ook welkom. Maar ik wil me vooral verdiepen dat ook mensen met een beperking of met een bepaalde ziekte ook die kans kunnen hebben om te kunnen genieten van een fijne verzorging of een leuke massage. Met in de verkiezing, waar denk je dat de jury op gaat letten bij de finale? Ik denk eigenlijk een beetje op alles. Heb je veel bijgeleerd tijdens deze verkiezing? Hoe staat je binnen de sector? Zijn je een fijn persoon om mee te werken? Heb je een uitstraling? Ik denk die dingen vooral. En wat zijn jouw troeven om de Miss te worden? Ik denk vooral nog die droom. Om er zo naartoe te gaan. Die motivatie en alles er zo proberen uit te halen. Ik denk dat dat wel mijn troeven zijn tijdens deze verkiezing. Hoe ben je in aanraking gekomen met de verkiezing? Ik ben gevraagd via Facebook. Maar ik ben eigenlijk niet zo super zeker. Dus in het begin dacht ik van... Maar toen heeft ze me uitgelegd dat het echt via de sector en zo was. En toen dacht ik, oké, ik ga dat proberen. Dat is een hele fijne ervaring. Oké, super. Heel veel succes met de verkiezing. Bedankt voor het interview. Dank je wel.